Dagkijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering veel aandacht voor ondernemingen, zoals kleine ondernemers, winkeliers waar je graag komt en anderen die producten maken die vrij uniek zijn en zo. Maar ook hele, hele grote ondernemingen zonder ondernemers die graag woke willen zijn en regenboogvlaggetjes ophangen en eenheidsworst leveren. Dan demissionair, wat betekent dat nou voor een minister? Wat mag zo'n minister dan niet meer? De schuld- en schaamtecultuur, die worden bij elkaar gebracht. Twee culturen in ons landje. En hoe gaat dat dan? Want er zijn grote verschillen namelijk. En tot slot de LGBTQ+ VOP van Utrecht. Zijn we ook nog geweest. Nou, veel kijkplezier. Ik zal toch zeker niemand verbazen wanneer ik zeg dat de bedrijven die er tijdens de lockdown het beste uitgedraaid zijn, dat nou niet bepaalde bedrijven zijn die de wereld leuker maken. Of je moet alle reclame van televisie geloven. Daarom heb ik al voor 2020 een pagina opgezet op Facebook, eigenlijk twee. Dat heet Koop bij Vrienden 030 en Koop bij Vrienden NL voor heel Nederland. 030 gaat dan voor de regio Utrecht, in dat telefoongebied. En daar vind je de kleine winkeltjes, de leuke marktkramen, internetbedrijfjes of een timmerman. Je vindt ze allemaal bij Koop bij Vrienden NL en dan specifiek voor regio Utrecht 030. En daar is in 2020 is er nog bijgekomen Koop bij Boer, omdat je daar ook direct van kunt kopen. Dus bekijk het, word lid, dan moet je even vragen beantwoorden en plaats ook gewoon bij als jij een leverancier hebt waarvan je vindt die verdient meer aandacht. Dat is dan specifiek voor NL als het buiten Utrecht is. En je mag zelf ook natuurlijk je pagina opzetten volgens hetzelfde concept om in jouw stad aandacht te vragen voor de ondernemers die dat verdienen. Oh ja, ik weet nog niet wat ik met dit nieuwe verschijnsel ga doen. We zullen zien. Goed, vandaag een bijeenkomst in Driebergen-Zeist over waarneming bij de verkiezingen. En ik zag nu al vanaf het station, zag ik dat er aan het hekje hier bij Antropia politie stond. Ja, en van de rest blijft daar gewoon nu. Nou, inmiddels binnen tussen de andere democratisch extremisten. Want er stonden zelfs twee politieauto's en dat kwam omdat Pepijn van Forum voor Democratie, die komt ook. Voordat er weer iemand door een 33-jarige Oekraïner met een oranje paraplu op zijn schedel wordt geslagen, is er extra beveiliging. Telefoon zit er uit te praten. Ik heb Robert Epstein geïnterviewd bij de presidentsverkiezingen in de tijd van Trump en Clinton, Hillary Clinton. En hij zei, er is wel degelijk verkiezingsfraude. Is aangetoond. De Google-zoekmachine toont andere resultaten aan jou dan aan je buurman of aan iemand met een andere politieke gezindheid. Ik heb er nog geen bewijs voor gezien. En het mooie van ons systeem, en dat werd door Dennis ook goed uitgelegd, het is heel decentraal. Het is gewoon opgeknapt vanuit allerlei 10.000 stembureaus. Dus als je maar in die stembureaus bent en naar de uitslagen kan vastleggen, dan kun je eigenlijk zelf op optellen tot een totaal. En wat ook mooi is, deze verkiezingen wordt op één dag gestemd. En soms, ik zal gaan afronden, dat echt ook Rico, alsjeblieft Rico, dat iedereen gaat stemmen. Dat is waar we op inzetten, zelf op onze eigen. Stemmen. Totaal een hele journalistieke en geen kleurvraag.
pijler aan die u vandaag gehoord heeft, die mij extreem rechts ruikt. Ja, precies. Ja. Oh. Ja, de vraag is, we zijn nu goed bezig met meneer Verhouding aangehoord, welke uitspraak die hij vandaag heeft gedaan. Gaat u met ons wel even? Dus het gaat echt naar extreem rechts. Dat is wel precies, hè, dan kunnen we dat gewoon even duidelijk krijgen. Oké, ik ga dan antwoorden, dankjewel voor deze vraag. Wat er gebeurt is dat mensen niet stemmen op inhoud. Mensen stemmen niet op dingen. Mensen stemmen op een boegbeeld. Mensen stemmen op mensen. Nou, we hebben het net even gehad. Dus we weten wat we moeten doen om 4. Als we de verkiezingsuitslagtelling, als we die willen bijwonen als waarnemer. Maar er volgt nog veel meer hoor. Want ik heb echt vandaag de tips gemist. Zoals dat je gewoon een thermoskan met koffie moet meenemen, omdat je ontzettend in slaap valt. Al met al, qua netwerken viel het een beetje tegen. Maar het was wel handig om hierbij geweest te zijn. Het is niet moeilijk om een aantal beroepen te bedenken waarbij je, als je van iemand af wil, dat niet ver van tevoren moet gaan aankondigen, want dan kun je gedonder verwachten. Denk aan een advocaat of een lijfwacht of een hersenschirurg bijvoorbeeld. Je gaat niet tegen je hersenschirurg zeggen van, goh, ik vind eigenlijk dat het beter kan. Ik ga op zoek naar een andere hersenschirurg, maar die geplande operatie, doe die nou nog maar alvast. Dan zie ik daarna wel. Dat hoeft niet uit te leggen, hè, waarom dat niet een goed idee is. Nou, volgens mij is dat met minister en onderminister of staatssecretaris, is dat eigenlijk ook zo. Want nu hebben we een demissionair kabinet, maar we zien toch al die ministers nog als ongeleide projectielen naar Brussel gaan en weet ik veel naar waar allemaal. En nu ondertekenen nog allerlei verdragen waar we straks gedonder mee krijgen, wat helemaal niet volgens de wens van het parlement is. Hebben we nou de derde motie die een minister of staatssecretaris gewoon naast zich neerlegt, zo van, nee, dat ga ik niet doen. Als wij een volksvertegenwoordiging hadden die zichzelf serieus nam, dan had er al lang een motie van wantrouwen gelegen. Daar moeten ze niet mee wegkomen. Natuurlijk, dit hele systeem, dit hele stelsel heeft zijn beste tijd gehad. Maar zolang het er is, vind ik, zou er gewoon een goed geoliede machine moeten klaarliggen voor nieuwe verkiezingen uitschrijven. Want zo uitzonderlijk zijn die demissionaire kabinetten nou ook weer niet meer. Hè? En dan als die verkiezingen dus vlot hebben plaatsgevonden, dan volgt er heel snel een nieuw parlement met nieuwe Kamerleden. En dan moet er heel snel ook een nieuwe regering staan. Want op dit moment is het zo dat Rutte als premier tegenover zijn buitenlandse collega's, denk aan Erdogan en die Rishi Sunak of zo heet die uit Engeland. Wat is dat voor een figuur? Heb je dat gezien? Dat hij dus gewoon zegt van, ja, je weet toch hoe ik bij ons gaat. Ik kan er nog een paar maanden zitten. Misschien kom ik er nooit meer weg. Wat zo noemen we dat? Dat soort uitspraken. Ik dacht dat ik gek was. In mijn cultuur is liegen heel erg. Die woorden die sprak ik afgelopen zaterdag uit tegen iemand die ik maar even Mehmet zal noemen. Hij heet geen Mehmet, maar anders. Maar hij werkt in de elektronicazaak in de buurt van de Munttoren in Amsterdam, waar ik het de vorige keer over had, toen ik het ook had over rode lampen na zonsondergang. Die had ik nodig, dus ik ben die daar gaan kopen een paar weken eerder. En bij het afrekenen had de collega van Mehmet het net even iets te veel over het bonnetje en garantie. En toen bedacht ik later, oh nee. En oh ja, er was er een die het niet deed, dus moest ik terug. Toen trof ik Mehmet. Mehmet hoorde het verhaal kort aan en stoof richting de hoek met de lampen en pikte toen deze eruit waarmee hij mij de zaak uit wilde helpen. Maar mijn idee was anders. Ik wilde namelijk wat anders ervoor uitkiezen, want ik had inmiddels ergens anders van het internet
andere rode lampen gevonden. En ik wilde eigenlijk een blacklight. Nou, daar begreep Merk met helemaal niks van. Hoe kan dat? Dat is toch raar? Dat bestaat toch niet? Dus hij was wantrouwig en hij luisterde heel slecht. En hij vond zelfs dat ik naar hem moest luisteren. En hij werd steeds wantrouwiger en betichtte mij op een gegeven moment van liegen. En daar ging hij een grens over. En toen zei ik dat liegen in mijn cultuur heel erg is. Over die mededeling stapte hij zo heen, dus dat deed hem niet zoveel. En dat sterkt mij in het vermoeden dat Mehmet van die andere cultuur is. En dat moet ik uitleggen. Want je hebt de schuld en je hebt de schaamtecultuur. In de schuldcultuur werkt het zo dat als jij iets doet wat je eigenlijk niet zou moeten doen, dan voel je dat in je maag of zo. En dat is niet lekker, dus daar hou je dan vanzelf mee op. Dus het is zelfcorrigerend. En dat vind je heel erg in dit gedeelte van de wereld. In ons land, Nederland, heerst wat ze in het Engels wel noemen een high trust society. Het heeft grote voordelen, want je hoeft dus niet de godganse dag te controleren of iemand wel de waarheid spreekt. En je kunt er gewoon van uitgaan dat mensen datgene doen wat ze horen te doen. Grote tijdwinst, en dat heeft uiteindelijk dus de maatschappij zoals we die om ons heen vinden opgeleverd. Ook al is die op dit moment nogal in gevaar. Maar het kan ook anders. Als je afzakt in Europa naar het Middellandse zeegebied, dan merk je al snel dat het toch even anders werkt daar. En daar heerst veel meer de schaamtecultuur. En die heb je op grote gedeelten van de wereld, vind je die ook weer terug. Dus ook het Midden-Oosten. En daar werkt het zo dat als jij iets doet wat je eigenlijk niet zou moeten doen, dan weet je dat wel. Maar als er verder geen negatieve consequenties op volgen, als je ermee wegkomt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus dat wat je dan ziet, en tegenwoordig ook in het Nederlands straatbeeld, is dat dan sommige mensen, die rijden dan over het voetpad met hun scooter of tegen het verkeer in of door het rode licht. En want er volgen toch geen consequenties, ze komen ermee weg. Ja, en zo ook met het spreken van de waarheid. Als je daar verder geen, als je er niet op betrapt wordt dat je zit te liegen, nou, dan kun je er zelfs nog je voordeel mee eruit halen. Nou ja, dus dat werkt dan daar zo. En die cultuur, daar zitten ook wel voordelen aan hoor, dat zou ik direct erkennen. Maar toch, als ik het allemaal tegen elkaar afweeg, dan vind ik de schuldcultuur superieur. Hoogwaardiger, ja, dat vind ik. Mag ik? Ja, nou, ik doe het. Ik sta ergens voor. Want de mensen die vinden dat je dat niet mag zeggen, die vinden dat alles gelijkwaardig is, die staan zelf, is mij opgevallen, nergens voor. En dat is mij ook opgevallen, ook de mensen die graag mensen uit de schaamtecultuur hierheen willen helpen. Nou, die mensen, die moeten mij toch eens een keer uitleggen hoe je dus twee totaal verschillende culturen, dus de schuldcultuur en de schaamtecultuur, hoe je die in elkaar kunt schuiven. Want daar hebben we nu, dat is nu de grote opgave. Volgens mij is het net zo moeilijk als olie met water mengen. Maar ik laat me graag overtuigen en er is ruimte voor terugkoppeling onder de video. Je mag ook een filmpje maken, vind ik hartstikke leuk. Dus graag terugkoppeling hierop. Daar is die dan, de LBGTQ+VOP van Utrecht bij het Vredenburg. De vlag van zijn wie je wilt zijn, zolang maar niet normaal is. Want dat betekent de vlag. Het is queer, antinormaal, seksueel, marxisme. Nou heb ik geleerd dat een vlag nooit de grond mag raken. Laat staan dat je er overheen loopt, want je zal maar smeuïge hondenpoep onder je zolen hebben. Maar misschien
neemt de gemeente dit net zo min serieus als de wegenverkeerswet. Praktische informatie. De ESG-score. Dat is een score die destijds is opgezet door BlackRock. En het vertelt investeerders of ze daar hun centjes het beste in kunnen stoppen. Of het zijn onze centjes via pensioenfonds of een hypotheekconstructie. En het vertelt eigenlijk hoeveel woke er binnen het bedrijf is ingeslopen. Want woke producten zijn niet per se beter, hè? Maar er zitten wel heel veel regenboogvlaggetjes aan. En het is ontzettend goed voor het klimaat, wie dat gelooft. Nou, als je dat nou een beetje zat bent, dan is zo'n ESG-score natuurlijk ook heel erg handig. Want dan kun je bepalen bij welke bedrijven je juist niet je geld wil uitgeven, waar je liever niet voor werkt. En daar zijn lijstjes van, op het internet. Hé, handig. Investopedia, die geeft direct een idee waar die ESG voor staat. De E van milieu natuurlijk, die staat voor carbon footprint, dat is klimaat, voor energie. Dus het moet natuurlijk allemaal windmolentjes zijn, voor hoeveel recycling ze doen. En hoeveel plastic zakjes en plastic rietjes je in het bedrijf tegen zult komen, dat soort dingen. De S van social vertelt je alvast hoeveel regenboogvlaggetjes je mag verwachten in het bedrijf of van het bedrijf. En hoeveel mensen met My Little Pony haar er rondlopen met ijzerbeslag door neuzen en lippen. Met nogal een houding ten opzichte van het product en hun commerciële instelling. Dat soort dingen daar. En G van governance vertelt je iets meer over hoe het gaat op directieniveau. En zo. En dat verklaart dan direct ook waarom die bedrijven nooit echt in de buurt van de 100 komen, de maximale score, maar meestal onder de 75 blijven hangen. Want ja, die directeur die moet er wel meedoen, maar hij wil die gekkigheid wel een beetje uit zijn buurt houden. Dat snap je ook wel. ESG-boek heeft het vooral over klimaatgerelateerde zaken, dus daar kun je dan kijken. Investor Business Daily heeft een wat bredere kijk. Je ziet dan ook de scores, daar kun je verder op inzoomen. En je ziet uiteraard, zie je hier bedrijven als Apple tussen staan, Mastercard staat erbij. Dus ja, je kunt ervan kopen. Sustainalytics stelt je in staat om ook nog per bedrijfstak en per regio uit te filteren. En dan zie je heel snel, zie je dus hier bijvoorbeeld bij voeding, AB InBev, er zitten een heleboel biermerken zitten daaronder. En Coca-Cola heeft ook een heleboel merken, die vallen direct op. En zo ook bij de bankiers kun je zien dat bijvoorbeeld een bedrijf als de Volksbank, maar nog hoger de Rabobank, dat die ook heel erg op de ESG-toer zitten. Kijk, nou heb je wel al die bedrijven gevonden, maar je weet nog niet direct waar je ze dagelijks tegenkomt. En daarvoor moet je eigenlijk gewoon ook weten, wat zijn hun merken? Dat is heel simpel erachter te komen. Je neemt gewoon een bedrijfsnaam, zeg eens wat, Unilever. En dan doe je brands, dat stop je in een zoekmachine. DuckDuckGo of Startpage of noem eens wat. En dan krijg je bij de plaatjes een heel overzicht van alle merken die er onder dat bedrijf vallen. En daarbij kun je wat. Omgekeerd, je kunt natuurlijk ook in de winkel even kijken, achterop, de verpakking. Wie maakt dit nou eigenlijk? En als je dat gewoon goed en consequent doorvoert, kun jij ervoor zorgen dat die bedrijven die heel erg op die woke-tour zitten, dat die worden teruggefloten. Want hiervan komen ze onder de indruk. Dat was hem weer, kijker. Bedankt voor het kijken. Volgende keer een bezoek aan België voor nieuwe inzichten in tuinbouw en akkerbouw. En hoe je eigenlijk meer opbrengst kunt krijgen met oude technologie.